Maar liefst 50.000 euro voor een nieuwe nier. Dat heeft Hibo Holtkamp uit Kuik er voorover. Hij heeft een nieuwe nier nodig, maar komt net niet in aanmerking op de wachtlijst. Hier in de studio is Hibo Holtkamp. Waarom heeft u 50.000 euro over voor een nieuwe nier? Ik heb niet alleen voor mezelf 50.000 euro over, maar ik wil ook 3 andere nierpatiënten helpen. En de reden is dat er vorig jaar 83 mensen zijn overleden die op de wachtlijst stonden. Ik denk aan hun familie, ik denk aan hun kinderen, ik denk aan hun relaties. Terwijl het niet nodig is dat deze mensen sterven als we voldoende donoren hebben. Alleen nu krijgen ze niets. Alleen hun salarisvergoeding en onkostenvergoeding. Ik zou het nuttig vinden als dat wel gedaan werd. Ethisch moet de regering en de politiek maar uitzoeken. Maar als we dit niet aanpakken, blijven we deze 83 doden circa elk jaar houden. Ja, want die donoren zijn er niet. En daarom zegt u, misschien zijn mensen wel te porren als ik er 50.000 euro voor over heb. Nou, u wil graag een nier kopen dus. Wij vroegen op straat of er ook mensen zijn die hun nier zouden willen verkopen. Zou u een nier verkopen voor 50.000 euro? Nee hoor. Dat is veel te gevaarlijk. Ik zou dat niet doen, want hetzelfde geld, mocht mijn dochter nodig hebben, dan zou ik het voor haar eventueel kunnen gebruiken. Ja. Ik zou het niet doen in mijn geval, omdat mijn nieren zelf al niet meer helemaal optimaal zijn. Zou u er heel veel geld ervoor over hebben om een andere nier te krijgen? Ja, een hele moeilijke kwestie. Ik vind als zoiets gaat, dan moet het zo gaan, zonder geld. 50.000 euro genoeg? Nou ja, als die man daardoor een fijn leven krijgt, ja. Ook als je hem helemaal niet kent, zou je het ook doen? Ja hoor. Voor 1 miljoen zou ik het wel doen. Ik bedoel, ik ben nu bijna 65. En dan denk ik, van dat risico voor dat bedrag zou ik toch wel willen nemen. In ieder geval 50.000 euro. Ja, vorig jaar overleden dus meer dan 80 mensen die op de wachtlijst stonden voor een nieuwe nier. Een groot probleem dus. Toch vindt de nierpatiëntenvereniging het betalen voor een nier geen goed idee. Nee, dat moeten we niet willen. Want wat gaat er gebeuren? Iemand zegt van, ik wil 50.000 euro, dat neem ik wel. Dan mag je mij in ieder geval hebben. Dan komt daar iemand bovenop die zegt, ja, maar ho, wacht even. Dan wil ik wel 100.000 bieden. En maar ik bied 200.000. En die beste man of vrouw die gaat lekker winkelen. En die geeft snier aan de hoogste bieder. Het is altijd orgaanhandel, hoe je het ook wendt of keert. En dat mag, wereldwijd mag dat gewoon niet. Ja, het mag niet alleen. U kunt er ook echt voor bestraft worden. Hè? U kunt er een boete voor krijgen, voor de cel in moeten. Is het dat waard? Ik begrijp de reactie van de Nierstichting. Alleen als we op onze handen blijven zitten, dan gebeurt er niks. En dan blijven we die 80 doden per jaar hebben. Het is dus belangrijk dat de politiek en de ziekenfondsen daar het voortouw nemen en tot een gedoogconstructie komen en dat later gaan evalueren. Maar niets doen en 80 doden per jaar accepteren lijkt mij niet erg ethisch. Betalen voor een nier is ook niet ethisch. Maar ik ben geen politicus, ik ben geen specialist. Ik wil alleen een aanzet geven tot het doneren van nieren. Ja, nou de nierpatiëntenvereniging zagen we net al eventjes. Zij vinden betalen geen goed idee, maar ze hebben wel een ander idee over hoe het zou moeten. Geef die mensen bijvoorbeeld hun leven lang vergoed hun zorgverzekering. Dan is dat iets wat maatschappelijk gedragen gaat worden. Dat is niet één iemand die dat gaat betalen. En het is ook zo dat als je dat af gaat zetten tegen de kosten van bijvoorbeeld iemand die zijn leven lang ziek is door een zieke nier of moet dialyseren, dat is vele malen duurder dan eenmalig iemand zijn leven lang zorgverzekering betalen. Ja, als u dit zo hoort, wat vindt u daar dan van? Ik begrijp haar reactie, maar dan heb je iemand die dus op zijn 18e doneert, krijgt zijn hele leven lang gratis ziekenfonds. Iemand die op zijn 60e doneert, ja, die schiet daar financieel niet zoveel beter mee op. Die 50.000 euro die ik wil doneren, is een schenking die in de tijd geschenken zal worden of eventueel een extra pensioenopbouw geregeld wordt voor degene die doneert. Ja. U heeft vooral de discussie aan willen zwengelen op dat deze manier. Eerste. Ja, en ik denk dat dat goed gelukt is. Ik hoop dat er zich een nierdonor meldt bij u. Mag ik u hartelijk danken, meneer Holtkamp? Ik zou u nog wel informeren. Dank u wel.